hebben hier een fles Elemental uit Chili, uit de Casablanca Valley. En Casablanca Valley ligt, zeg maar, als je Chili hebt, hè, is het natuurlijk een heel langgerekt land. Ligt het zo ongeveer in het midden en het ligt dicht bij de kust. In Chili wordt veel wijnbouw biologisch gedaan. En dat zal mede te maken hebben met het feit dat, dat het een relatief warm klimaat is. Nou is het bij deze streek is het zo dat het daar dan voor Chileense begrippen relatief koel is. Dit gebied ligt zelfs bijna direct aan de kust, waardoor er de koude golfstromen die daar langs komen echt effect hebben op de wijnen uit deze wijngaard. 'S Nachts koelt de wijngaard af, wat heel goed is, want dat geeft een hele mooie expressie in het fruit. En dat maakt het uiteindelijk ook dat het waarschijnlijk een redelijk frisse wijn zal zijn. Het etiket vertelt ons dat we te maken hebben inderdaad met organically grown grapes. En heel klein, ze hebben niet een logootje of zo, maar heel klein zie je op de achterkant ook nog staan Certified Organic by IMO Switzerland. Dat is dus weer een biologische certificeringsinstantie. Er staat alleen maar Chardonnay op het etiket, maar wat wel leuk is om te weten is dat hij van 99% Chardonnay is gemaakt. Dan vraag je natuurlijk af, wat is die andere 1%? Dat is Sauvignon Blanc. Er staat Reserva op, wat over het algemeen in de wereld betekent dat hij hout gehad heeft, of meer hout gehad heeft dan de gewone wijn. Maar het is in een hoop landen, en zeker ook in Chili, zit er niet echt een wetgeving op vast. Dus met Reserva kunnen ze ook een betere wijngaard bedoelen. Men mag zelf aangeven als men iets speciaal vindt. De wijn is trouwens geproduceerd door een enorm grote wijnproducent, Santa Emiliana. En de Elemental is onderdeel van een project wat ze zijn gestart, een biologisch project. Ze hadden hiervoor, produceerden ze al heel veel wijnen, maar dat waren voornamelijk ja, grote hoeveelheden, bulkwijnen zoals ze dat wel noemen, niet biologisch. Op een gegeven moment was iets van, nou, we willen een prestigeproject gaan starten, puur met biologische wijnen. Daar hebben ze ook een speciaal iemand voor aangetrokken die ook in de Bordeaux had gestudeerd. En die is dit project opgestart. De wijn is gemaakt van druiven die allemaal met de hand zijn geplukt. En ze komen van de beste percelen van het wijnbedrijf. Voor Chardonnay vind ik hem redelijk lichter uitzien, want vaak heeft Chardonnay ook echt hout gehad en dan krijgt hij een wat vollere kleur. Een aromatische neus, zeker voor een Chardonnay. Van tropisch fruit naar steenfruit en bij tropisch fruit denk ik aan wat meer passievrucht. Mango, ik heb ook ananas, perzik. Maar ook wel wat citrus. Het fruit ligt er echt bovenop. Dat is ook echt wat de wijnmaker geheid wilde maken. Zoveel lekker sappige fruitbom. Het mooie zuren. Is inderdaad nog fris. Nu ik voorbij al het fruit ben gekomen, kom ik ook nog wat vegetale dingen tegen. Als je hem zo proeft, dan denk je niet meteen, oh, dit is echt zo'n nieuwe wereldwijn. Hè? Want je vroeger ook wel had bij die Chardonnays, dat echt dat volle boterige-achtige. Daar staat het echt ver van. Het is een droge wijn overigens, maar wel net dat wat restsuikers. Ja, ik vind het echt een heel leuk voorbeeld van een nieuwe wereldwijn, op een biologische wijze gemaakt. En ja, toch een nou ja, relatief koel klimaat, maar wel in een warm land. Leuke wijn.